Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en Mastercard, UEFA Champions League sponsors. Messi. Ah, kijk eens wat de ruimte voor Pjanic. Goed werk van Chesney. Strakke trap rechtdoor van de Bosnier. En daar is hij al opnieuw. Miral en Pjanic. En Griezmann. De paal voorkomt een vroege Barcelonese voorsprong. Wat een start van de bezoekers hier. Drie kansen in bijna dezelfde aanval. Sterk begin, eerst 10 minuten van Pjanic. Ja, die daar een belangrijke rol in speelt. Veel ballen vraagt. Heel veel initiatief neemt. En de rest op sleeptouw neemt daar op het middenveld. Hij had voor vanavond nog maar 103 minuten gekregen. Basisplaats tegen French Vares op de eerste speeldag. Maar in La Liga amper twee korte invalbeurt. Hier is Dembélé. Een gekraakte bal en dan dwarrelt hij er zomaar in. En staat Barcelona met wat geluk op voorsprong. Het is hoe dan ook verdiend, deze 0-1. En Dembélé krijgt hem op zijn naam. Dat zal een flinke opsteker zijn voor de Fransman. Ja, en ook voor Ronald Koeman. Het was een geweldige flankwissel van Messi. In één tijd op de stropdas bij Dembélé. Die naar Danilo, naar Chiesa nog eens kappen. Het is Chiesa uiteindelijk die bal in eigen doel doet deviëren. Nu is er meer ruimte. Griezmann mooi teruggelegd. Messi kruist net te veel. Daar is de entente tussen Antoine Griezmann en Lionel Messi. Prachtig gedaan. Griezmann en dan Messi die overneemt. Griezmann wil de P3 lanceren. En dat is Barcelona dat de kansen heeft, maar nog altijd die iets geruststellendere 2-0 niet heeft gemaakt. Messi. Ruimte voor Jordi Alba. Lionel Messi, P3 mee op rechts, daar moet het naartoe. P3, mooie kap. En dan toch nog afgeblokt dat schot. Goed werk is er van Danilo, die ook de vuist balt. Ja, knap hoor van P3. Die niet ineens trapt. Goed kapt, dan met links. Ja, Messi probeert nog met een hak. Kulusevski, goede tik hoor, Morata. Kulusevski probeert te plaatsen. De eerste keer dat hij echt in stelling komt. De Zweed. En ook hij kan het niet forceren. Wel goed samenspel tussen hem en Alvaro Morata. Hier is Griezmann kruist en velt niet het verdict over deze wedstrijd. Je kan stilaan zeggen dat Barcelona morst met kansen. Nee, niet stilaan. Ze morsen met de kansen. Het zal hen nog spijten. Oké, het is een vrij scherpe hoek. Ansu Fati was ook wel mee. Alleen moet je daar wel trappen. Als je de paas wil geven, denk ik, zat Bonucci er nog wel tussen. Goed. Demiral gaat hij zijn tweede gele kaart pakken. Jawel. Ja, en dan gaat hij eruit. En dan moet Juventus deze wedstrijd volmaken met een man minder. Ook dit is typisch. Je wilt dan gaan meespelen, je wilt het gaan forceren. Bal te ver van de voet. Dat willen goed maken. En een geel. Makkelijk weggegeven door Bonucci. Busquets, Messi. Ansu Fati. Penalty. En inderdaad, dat wordt een strafschop. Ja.
Gewoon veel te laat daar die reactie van Bernardeschi. En dan komt er toch nog een strafschop aan. Twee goals heeft hij gemaakt dit seizoen, allebei van op de stip. Wordt dit zijn derde? Jawel. En daarmee is het pleit beslecht. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en Mastercard, UEFA Champions League sponsors.